En de demo al daar in Spieringhuizen, de Vleugelhof. En toen was er ene Jan van Alphen. En die bouwde zijn eerste trekker samen met een neef. Goed, binnen no time gebeurde het een en ander. En de mannen kwamen in contact met de vliegtuigmotoren van het type Allison. Die is terug te vinden onder andere in een Lightning en een P38. En ook nog in de Mustang. De V17-10, zoals die heet. Eerst was er eentje, later kwamen er twee en op een gegeven moment stonden er drie op. Jan van Alphen, een legende denk ik bij ons in de sport, heeft zijn eigen trofee in Zwolle hersteld in Ahoy. Daar rijden wij Jan van Alphen trofee. Helaas Jan door een tragisch ongeval omgekomen een aantal jaren geleden tijdens een tractorvoeringwedstrijd. Zo'n John, die natuurlijk al de nodige jaren reed, heeft de vlag overgenomen. En ja, u moet straks maar eens op de achterkant van die trekker kijken. Dan zien we een afbeelding van deze Jan van Alphen. En ja, toch altijd voor een hoop mensen een speciaal plekje in het hart. De Popeye. John van Alphen, komt-ie, Popeye! Klappen van die uitlaten, dat is nou typisch Popeye, die grote vlammen erboven, maar hij zit op dat bekende randje van ben ik er wel of ben ik er niet. Hij zit in de 90 meter, deze Popeye.
met die prachtige Allison-motoren. Motoren uit de Tweede Wereldoorlog. We praten over een afstand van 96,79. Voor de Popeye, John inmiddels net zijn mooie nieuwe brandweer overal ontvangen. Helaas geen finale plaats dus. Dames en heren, vandaag een fantastische dag. Een mooie dag.